Nou, goeiedag allemaal weer. Deel 2 van de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Ik ben hier op nummer 6. En u ziet glas en lood ramen voor. Nou, die blijven erin. En zo is er nog veel meer wat erin blijft. Laten we terugkomen, juist om de sfeer van het museum te behouden. Er is hier een oude deur gevonden. Deze deur. En, onder andere Peter Zwart van de lokale historicus zeg maar, is langs geweest. En we hebben ons erover verbaasd dat deze deur eigenlijk zeer waarschijnlijk ouder is dan het pand zelf. En hoe dat nou kan. Dan sprak ik gisteren toevallig nazaten van Jan Geusbroek, de timmerman annex aannemer die eigenlijk in wat nu ons museum is zat en daar een timmerwerkplaats had. En zij zeiden dat waarschijnlijk hun opa die deur ooit van een ander project meegenomen heeft. En hier hergebruikt heeft. En dat sluit mooi aan bij wat wij gaan doen, want ook deze deur gaat hergebruikt worden. En wat ook terugkomt, dat zijn de ornamentjes, de decoraties die hier in de winkel van het museum waren. Die zullen ook weer terugkomen in een nieuwe opstelling. Leuk is natuurlijk dat als je dan aan het slopen bent, dat je allerlei details tegenkomt, dat je ziet van vroeger was het net even anders, laag op laag. Nou, je kan precies zien hoe de constructie was. Het is een soort houtskeletbouw, daar zijn dan planken tegen aangetimmerd. Waarschijnlijk allemaal door Jan Geusbroek zelf gedaan. Nou, inmiddels zijn er zoveel stukken weg dat je gewoon door de muren heen kunt kijken. Een ander ornament wat we gaan bewaren en terug laten komen, dat zijn de panelen die op nummer 6 stonden. Dus het oude TikTok winkeltje, het oude winkeltje van de schoenmaker Geusbroek. En die komen waarschijnlijk uit 1920, 1910. En ook die laten we weer terugkomen in de nieuwe opstelling. Dus het is een paneel wat dan losgemaakt is van die muur. Nou, ik zou zeggen, het wordt vervolgd.